Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, dinsdag 8 juni. Vandaag in het journaal. Lockdown is nodig om verspreiding te voorkomen. Dr. Akrum legt uit wat vaccinatie is. Patiënten met hoge bloeddruk moeten zich laten vaccineren. 90.000 vaccins morgen in Suriname. Mensen op Aruba die gevaccineerd zijn, hoeven geen mondkap meer op. Een lockdown tijdens een pandemie heeft in verschillende landen geresulteerd dat de besmettingen afnamen. De lockdown is nodig zodat het virus zich niet verspreidt onder heel wat mensen. Het is daarom aangeraden om zoveel mogelijk thuis te blijven, vooral nu met de varianten erbij. Volgens minister Amar Ramadien gaat het om een public health interventie. Ik ben ook niet blij met die lockdown. Maar we doen het omdat wij wel een idee hebben en gezien hebben in de wereld dat lockdowns wel degelijk effect hebben. Het is een public health interventie die we niet heel graag willen doen, maar wel moeten doen als onze situatie in het land dusdanig wordt dat wij vandaag de dag misschien 50 mensen bij de checkpoint hebben die zuurstofbehoeftig zijn. Dat wij nu 5 mensen op de gang hebben van de IC die op een plek wachten. Dan moeten we wel iets doen, ja. Dus een lockdown en daartoe, we zijn blij dat die meneer rechtsingang heeft gevonden om de zaak daar te bepleiten. Ook in deze case zullen wij van het ministerie van Volksgezondheid met alle nodige onderbouwing komen voor de lockdown. Ook parlementariërs vragen ons vaak, wat is de onderbouwing van de lockdown? We zullen dat op tijd geven en daartoe komen we zo meteen weer terug. Meningen hebben in een democratisch land is het ieders recht. Zodra de grens is overschreden en de meningen schadelijke gevolgen zouden hebben voor de samenleving, dan zijn dat niet echt meningen meer, maar gevaren. Dat zegt de arts Ruben Del Prado tijdens een Zoom-sessie afgelopen zaterdag. Hij is deskundige op het gebied van publieke gezondheidszorg. Mensen mogen meningen hebben en dat is zo mooi van Suriname. We zijn een democratisch land waar mensen ook hun meningen mogen uiten. Er zijn grenzen. Er zijn grenzen over meningen en zodra de grens is overschreden en de meningen schadelijke gevolgen zouden hebben voor de samenleving, dan zijn dat niet echt meningen meer, maar dat zijn dat gevaren. Bijvoorbeeld, een heleboel georganiseerde religies, bijna allemaal, die hebben als leidraad een aantal dogma's. Een aantal voorwaarden waaraan de gelovigen binnen die religie, binnen dat geloof moeten voldoen. Om aanspraak te maken, om deel te zijn van die gemeenschap van dat geloof. Dat zijn dogma's. Het ogenblik dat deze dogma's worden besproken in sommige religies. Het ogenblik dat deze dogma's worden aangevallen met de mogelijkheid dat ze zouden worden verwijderd, bestaat die gemeenschap niet meer. Vandaar dat wij die weten hoe zo'n vaccin tot stand komt. En ik heb er net een aantal artikelen over geschreven, over, met als titel: zijn de vaccins experimenteel om uit te leggen hoe ontzettend veel werk er gaat zitten in het ontwikkelen van vaccins voordat ze worden gegeven aan mensen. 3, 4, 5 zeer belangrijke stappen. Honderdduizenden mensen die in die periode misschien inderdaad vrijwillige proefkonijnen zouden kunnen worden genoemd. Het ogenblik dat het vaccin wordt vrijgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie, door nationale en regionale instituten, zoals bij ons in Suriname, bijvoorbeeld de NITAG, onze groep van mensen die de vaccins beoordeelt, dan betekent het dat de vaccins effectief en veilig genoeg zijn om toegepast te worden. Ook de huisarts Dr. Akrum ging in op de vele negatieve berichten over het vaccin. In duidelijke taal legt de arts uit wat vaccinatie is en waarom men zich moet laten vaccineren. Wat is vaccinatie eigenlijk? Vaccinatie is niks anders dan een extra bescherming voor jou
om de ziekte, om de COVID-ziekte, om daar een afweer, of je lichaam, je afweersysteem daarop te trainen. Je kunt op twee manieren kun je ervoor zorgen dat je afweer hebt tegen de COVID-virus. Dat betekent op de eerste manier, op een veilige manier, is het vaccin te nemen. Of op een tweede manier, dat is om die ziekte door te maken met de kans dat je heel ernstig ziek kan worden en zelf daaraan kan overlijden. Het is inderdaad zo dat er een heleboel wordt verteld over de vaccin zelf. Maar u moet zich voorstellen dat er een pandemie is. En dat de hele wereld eigenlijk alle knappe koppen bij elkaar zo op heel korte termijn vaccins hebben ontwikkeld, zodat wij proberen om weerstand tegen de COVID-ziekte te hebben. U moet zich voorstellen, het is een virusinfectie. COVID-virus heeft ons nodig om te blijven bestaan. En u moet zich voorstellen, wij proberen om te leven, maar dat virus wil ook blijven leven. En op een gegeven moment moeten wij een zodanige balans vinden tussen ons en het virus, waardoor wij beide samen blijven leven. Dr. Avinash Karia is internist en houdt zich vooral bezig met patiënten met hypertensie. Hypertensie is een ander woord voor hoge bloeddruk. Wanneer uw bloeddruk boven een bepaalde waarde ligt, spreekt men van hypertensie. Dit kan verschillende klachten met zich meebrengen. En vooral nu met het coronavirus. Vandaar dat deze groep zich snel moet laten vaccineren. Met hypertensie, dat weet eigenlijk iedereen zo'n beetje. Van als je bloeddruk verhoogd is, boven 140, 90, dat je daarover kan praten. Maar het is niet zomaar dat we dus dan een hypertensie als een ziektebeeld hebben beschouwd, omdat het dus dan ook een heleboel ellende met zich meeneemt. Dat is van hart- en vaatziekten, de nierproblemen, de beroertes die mensen allemaal kunnen ontwikkelen. Dat zijn allemaal dus complicaties van hypertensie. Maar wat wij nu ook zien, en dat is het bijzondere, omdat in de omstandigheden waar wij nu verkeren, in de COVID-omstandigheden, want bloeddruk, dat wil zeggen hoge druk in de bloedvaten, en bloedvaten heb je overal, alle organen hebben bloedvaten. Dus een hoge bloeddruk wil niet zeggen dat je dus één of twee organen, maar het populair gezien wordt gezegd het hart, de nieren, de hersenen, maar in principe ook, heb je hogere druk in alle organen. En daarbij, als dus de weerstand ook een beetje afneemt met langdurig onbehandelde hypertensie, dus wel zeggen dus orgaanschade op verschillende niveaus, ben je ook gevoeliger. En het blijkt wat we vaker zien in deze COVID-periode, dat die mensen die misschien nooit bekend waren met hoge bloeddruk, omdat ze nooit naar de dokter gingen, want hoge bloeddruk geeft per definitie, en niet als het toren ook is, geen klachten, dat zij dus opeens verschijnen met een ernstige vorm van COVID. Weet je? En dan achteraf blijkt van dus dat ze al jaren misschien al hoge bloeddruk hadden, misschien één keer gemeten, nooit aan de pillen zijn geraakt, dus een beetje verwaarloosd hebben of nooit goed geregeld zijn. Ja. En dan zien wij dus die mensen die verschijnen in een erge vorm van COVID. Dus dat is dan heel bijzonder als we deze dag ook een beetje toewijden aan de hypertensie als een van de risicofactoren om erge COVID te krijgen. Dus dat we hierbij het belang benadrukken dat als je de hypertensie behandelt, dat je dus dan ook een betere kans hebt om de COVID te overleven natuurlijk. Vaccinatie, dat is bij de meeste ziektes, je doet dat om erge vorm te voorkomen. En wat ik al zei, van wat we zien, de risicogroep, dat is ook de hypertensiegroep, waarbij we zien dat ze die erge COVID ontwikkelen. Ja, dus als je erge vorm ontwikkelt, dan daalt tegelijkertijd ook je overlevingskans. Dus om te vaccineren, dan geef je jezelf een kans, dus dat je dus dan een betere overlevingskans hebt. In het algemeen, sowieso. Dus dat je dus dan of geen COVID krijgt of een milde vorm van COVID krijgt als je toch nog besmet raakt bijvoorbeeld door een andere variant of wat dan ook. Maar dus dat je zelf ook een beetje de kans geeft om beter te overleven. Dus daarom is vaccinatie juist voor deze groep belangrijk. Er zijn ook vragen die ik ook van de gemeenschap hoor, van patiënten. Van ja, ik heb hoge bloeddruk, is het nou verstandig om te doen? Nou, die virus maakt geen onderscheid. Tegen, heb je bloeddruk of heb je geen bloeddruk? Ik ga jou besmetten en jou niet besmetten. Die besmet iedereen die je kan vinden.
Dus ook de hoge bloeddrukpatiënten. Dus als er geen onderscheid wordt gemaakt dat je besmet kan raken, moet je alles doen om jezelf te beschermen. En daarvoor is de vaccinatie dus een uitstekend middel. De arts Dr. Bipat doet ook een beroep op de samenleving niet in te gaan op fake berichten die via de sociale kanalen worden verspreid. Zorg ervoor dat je gevoed wordt door goede informatie via de juiste kanalen. Ja, mijn mensen, ik wil benadrukken, toch, dat we de informatie die we tot ons nemen, dat we erop letten dat het goede informatie is en van de juiste bronnen komt, toch? Er is zoveel fake news nu en in feite zou de beste uitvinding van deze tijd een vaccin tegen fake news en tegen social media moeten zijn, hoor. Social media zijn soms goed, maar ze kunnen ook misbruikt worden. En als je iets niet kan verifiëren, verspreid het niet verder. Weet je? Doe niet mee aan die hype om zaken te verspreiden en alleen maar paniek te zaaien en dat soort zaken. Als je echt feiten hebt, zeg je naam erbij, zeg waar je woont, alles. En vertel dus ook hoe de vork in de steel zit. Maar kom niet met een voice note, anoniem, zonder dat we weten wie het is. En dingen. En een heel verhaal vertellen over dit en dat. En uiteindelijk blijkt dat het dus niet eens waar is. Maar dat is dan helemaal verspreid in de samenleving. Zoveel paniek gecreëerd. U bereikt er niks mee om mensen te demotiveren om te vaccineren. Vanwege de zeer ernstige coronasituatie in ons land komen morgen 90.000 doses AstraZeneca plus naalden en spuiten op het vliegtuig. Dat heeft minister Hugo de Jonge Volksgezondheid zojuist besloten. De vaccins die woensdag worden verstuurd kunnen direct worden ingezet in het Surinaamse vaccinatieprogramma. Minister Ammar Ramadien van Volksgezondheid heeft maandag een schenkingsovereenkomst getekend met Nederland. Suriname heeft ruim een maand geleden aangeklopt bij de Nederlandse overheid in het kader van ondersteuning, hulp dan voor ondersteuning om onze vaccinatiecampagne in het kader van de strijd tegen COVID-19 te ondersteunen. Nederland heeft na goede overweging, gesprekken die gevoerd zijn en natuurlijk de band die bestaat tussen Suriname en Nederland, concreet toegezegd Suriname te zullen steunen. Met vaccins en de attributen daarbij. Vandaag is het moment aangebroken dat wij de overeenkomst kunnen tekenen tussen de twee overheden om daarmee dus de eerste officiële stap te zetten richting ondersteuning van vaccins aan Suriname door Nederland. Tijdens de grote vaccinatiedag afgelopen zondag kwamen we de coördinator van de 178-lijn van het BOG Naomi Chan tegen. Zij geeft aan dat de telefoonlijn nog elke dag druk is. Mensen blijven bellen om klachten door te geven. Ook geeft ze aan hoe het staat met de transportdienst die ervoor zorgt dat positief geteste personen opgehaald worden. Het is heel erg druk bij 178. We krijgen heel veel telefoontjes binnen. De telefoontjes die we binnenkrijgen zijn over mensen in het veld die klachten hebben over COVID. Ze bellen naar de 178-lijn om te vragen wat ze moeten doen, dus als ze eventueel geswapt moeten worden of niet. Dus de lijnen zijn heel druk bezet in deze periode met heel veel COVID-gevallen. We hebben alleen in de avond een beetje rustig, dat we minder telefoontjes binnenkrijgen na 11 uur 's avonds, maar door de dag heen is het heel erg druk. We krijgen ook telefoontjes over vaccin, over de bijwerkingen van het vaccin, over de locaties waar ze hun vaccin moeten halen. Die telefoontjes komen ook allemaal binnen bij 178. De COVID-ophaaldienst, dus bij de COVID, de instabiele patiënten die in principe COVID besmet zijn. Die mensen bellen omdat ze klachten hebben in het veld omtrent COVID. We sturen daarbij de huisarts om ze te checken, hun vitals te checken, om te kijken als ze echt instabiel zijn. En als we de diagnose hebben dat het gaat om patiënten die hulp nodig hebben, dan sturen we de ambulance om de mensen op te halen en te brengen naar de SEH, de EHBO. Okay. De afgelopen tijd hebben we niet zoveel patiënten gehad die niet mee willen gaan, omdat we heel veel mensen plaatsen in thuisisolatie, omdat er een tekort is aan plek in het ziekenhuis en ook op de EHBO. In het verleden kregen we dat wel omdat we de patiënten ophaalden om te isoleren in de overheidsisolatiefaciliteiten.
Maar nu hebben we daarmee iets minder te maken. Maar als we deze mensen zouden tegenkomen die niet mee willen gaan of die niet erkennen dat ze COVID-positief zijn, dan schakelen we DNV in en de politie. En met hulp van hun kunnen we de patiënten dan alsnog naar het ziekenhuis of naar de SEH transporteren. Voor het eerst in ruim 2 maanden is het aantal coronabesmettingen in India onder de 100.000 gezakt. Het afgelopen etmaal zijn er 86.498 gevallen geregistreerd, hebben de Indiaanse gezondheidsautoriteiten dinsdag bekendgemaakt. Daarmee zijn sinds het begin van de pandemie ongeveer 29 miljoen inwoners besmet geraakt. Het aantal coronadoden steeg met 2.123 en staat inmiddels op ruim 350.000. India is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld door het coronavirus. Alleen de VS tellen meer besmettingen. De Indiaanse premier Narendra Modi zei maandag in een televisietoespraak dat alle volwassenen Indiërs vanaf 21 juni gratis tegen corona kunnen worden gevaccineerd. Op Aruba zijn mensen die volledig zijn gevaccineerd per 9 juni niet langer verplicht een mondkapje op te dragen. Dat heeft de regering maandag bekendgemaakt. Bedrijven mogen nog steeds een mondkapje in hun zaak verplicht stellen, maar de overheid denkt dat daar weinig gebruik van zal worden gemaakt. Op maandag werden 2 coronabesmettingen geregistreerd. In totaal waren die dag 41 Arubanen en 11 niet-ingezetenen besmet. Sinds het begin van de crisis zijn 107 coronapatiënten op het eiland overleden, onder wie 1 niet-ingezetene. En zo komen we ook weer voor vandaag aan het eind van dit COVID-19-journaal. Ook wij kunnen evenals Aruba afkomen van die mondkap, maar dan wel als we ons massaal laten vaccineren. Goteka spoiti, tak uka lip freibaka. Als u deze aflevering gemist heeft, kunt u het altijd terugvinden op de Facebookpagina van het ministerie van Volksgezondheid, maar ook op de website van het BOG. Heeft u vragen en of suggesties, kunt u ook altijd een berichtje sturen op ons appnummer 852-1142. Ik herhaal het nummer nog een keer, 852-1142. We zien elkaar morgen weer. Tot dan!